Nou, alpaca is een kuddedier. Het is echt een vluchtdier. En deze zijn op zich wel heel erg tam en mak naar mij toe. Maar mensen die ze niet kennen of dingen die ze niet kennen, daar zijn ze toch wel wat schuw voor. Ze zijn wel heel erg nieuwsgierig, dus ze komen toch wel weer heel snel kijken van, goh, wat is dat precies? Het is altijd heel erg mooi als er bijvoorbeeld mensen een hond uitlaten op de dijk. Dan zie je zich echt met z'n vieren helemaal strak staan te kijken van, hey, hond, die moeten we in de gaten houden. Het voeren is op zich wel heel erg grappig natuurlijk dat ze uit je hand eten, maar het is ook wel een beetje risico, want alpaca's spugen in principe niet naar mensen, maar als ze voor voer gaan zitten vechten, dan gaan ze naar elkaar spugen en als je er dan tussen staat, dan kan je wel eens een kloddetje opvangen. En zeker als ze dan net allemaal vers groen gras hebben gegeten, dan ziet dat er niet zo lekker uit. Maar goed, wat ik zei, ze zijn dus heel erg nieuwsgierig. En deze donkerbruine veulen is nu vandaag precies een week oud. En het witte veulen is 3 weken geleden op vrijdag geboren, dus is morgen 3 weken oud. Ja, waarom alpaca's? Als je ze ziet, het zijn natuurlijk ontzettend mooie dieren om te zien. En eigenlijk ook heel erg gemakkelijk in het onderhoud. Ze eten hooi en gras. En ik voer ze 2 keer op een dag bij met wat speciale alpacabrok voor de vitamine en de mineralen. Omdat ze hier natuurlijk een heel beperkte ruimte hebben om te grazen. Dus een te beperkt voedingspatroon zouden hebben. Ja, ze zijn gewoon ontzettend komisch. Het jammer is dus wel dat hoe wollig en hoe pluizig ze er ook uitzien, dat het absoluut geen knuffeldieren zijn. Ze vinden het verschrikkelijk om aangeraakt te worden. Zelfs de kleintjes al. Dus dat is wel heel erg jammer en dat kost af en toe heel erg veel moeite om, als ze dus inderdaad uit de hand eten, om niet eventjes je hand uit te steken om ze stiekem toch te aaien. Ik ben wel bezig om de 2 mannetjes, Mr. Bianco en Whisky, te trainen. Ze zijn heel erg intelligent. Dus ik kan zelfs klikkertraining met ze doen. Je kan ze parcoursje leren lopen, je kan ze leren voetballen. En ja, dat is gewoon erg komisch om te doen. Dus wie weet zie je me in de toekomst wel door Hillegom heen wandelen met mijn 2 alpaca's. Een alpaca kan 15 tot 20 jaar oud worden en tot met de 15, 16e jaar kunnen ze inderdaad gewoon nog veulens dragen. Dus in principe blijven ze het gewoon doen tot ze doodgaan. Het zijn hele zachtaardige dieren, alleen ze hebben wel hele grote teennagels en zeker de hengstjes hebben hele scherpe vechtkiezen. Dus ze kunnen hele lelijke verwondingen toebrengen. En als je hier gewoon in de wei loopt, zullen ze dat absoluut niet doen. Maar als ze jou als concurrent ziet voor een vrouwtje of als partner, dan kan je dus wel een probleem hebben. Dus vandaar dat je jonge mannetjes eigenlijk niet te goed mag socialiseren. Mensen vragen wel van, heb je ze voor de wol? Nou, de wol is een leuk bijproduct. Alpakawol is wel heel erg dure wol. En er komt ongeveer 4, 5 kilo van een alpaca af. Dus dit jaar hebben we zo'n kleine 20 kilo wol. Maar ik heb dan weer wat kennissen en vrienden die er weer kussens voor me van willen maken. En de wol wel verder willen verwerken. Ik doe het zelf eigenlijk vrij weinig mee. Behalve dan dat ik het af en toe in mijn sieraden verwerk. De donkerbruine merrie wordt binnenkort 5. En de andere 3 die zijn 3 jaar oud. Dus dat we hebben nog even voor de boeg. MUZIEK